Wat zei je ook alweer, Velma? Dit hoeft echt niet te betekenen dat er een mysterie is. Nog niet. Fred Jones? Wat ben ik blij om jou te zien. We hebben hier echt met een mysterie te maken. Alweer. Vreemd. Goed om u weer te zien, agent Rowan. Detective Rowan nu, dankzij jullie. Ik heb een promotie gekregen na het broccoli-monster-incident. Ik heb hem alleen een handboei omgedaan nadat jullie hem hadden gevangen. En boom, detective. Echt niet verdiend. Detective, we verdoen onze tijd met niks doen. Mijn lab werkt voor musea over de hele wereld. Als men erachter komt dat er iemand gewoon binnen kon komen en met een eeuwenoude kist kon knoeien, kan ik wel inpakken. Dit is meneer Melden, de eigenaar van het Melden Archeologisch Wetenschap Laboratorium. Zegt u dat er iemand met de oude kist heeft geknoeid? Ja! Het was de Octimora! Een indringer is mijn lab binnengekomen en heeft het opengemaakt, waardoor de kwade krachten zijn vrijgelaten. Kwade krachten? Ja! Dr. Bloem hier heeft aan het noodalarm getrokken omdat hij daadwerkelijk in die bovennatuurlijke onzin gelooft. Ik niet. Hey, weet je wat? Zij hebben hier een paar maanden geleden een mysterie opgelost. Ik had het niet zonder ze gekund. Sterker nog, ik had er helemaal niks mee te maken. Mijn leven is één grote leugen. Dit klinkt als iets waar wij goed in zijn. We kijken graag even voor u rond, hoor. Zolang er maar iets door iemand gedaan wordt. Dr. Bloem, breng ze naar het lab. Ik? Ja, u. Ik ga nu het beveiligingsbedrijf ontslaan. Bent u de volgende? Die kant op! Oké, dit is wat ik kon vinden over de Octimora die is opengemaakt. Volgens de legende werd er een oud dorp lastiggevallen door een kwade geest die in alles kon binnendringen, of het nou leefde of niet. De dorpsoudste gebruikte een heilig boek om de kwade kracht op te sluiten in de Octimora, om nooit meer vrijgelaten te worden. Hier binnen, het infrarood spectrometrielab. Pas op! Dat ding kan hier nog steeds zijn. Het kan zich bevinden in alles, in iedereen. Jongens, ik denk dat Scoop en ik beter buiten naar aanwijzingen kunnen zoeken. Ja, aanwijzingen vind je heel vaak buiten. Fijn. De indringer is hier misschien nog steeds. Dus let goed op of je iemand ziet die zich verdacht... Velma, je zei dat het onmogelijk was dat hier nog een mysterie zou zijn. Wat nou als je gelijk had? Onmogelijke mysteries. Wat als dit echt een droom is? Au, waarom deed je dat nou weer? Je kunt geen pijn voelen als je droomt. Je bent wakker. Is dat de Octimora? Nu het vrij rondloopt, zal de gemene kracht van de ene naar de andere plek springen op zoek naar het sterkste, krachtigste omhulsel wat het kan vinden. Ik vraag me af waar die indringer naar op zoek was. Misschien opende hij de kist omdat hij dacht dat er een schat in zou zitten, maar toen ineens werd hij weggejaagd door een gemene kracht. Klinkt als een droom, als ik eerlijk ben. Oké dan, wie het ook was, diegene is er waarschijnlijk al lang van doorgegaan. Hé, het heilige boek waarmee de kwade kracht is gevangen is jaren geleden gevonden en wordt tentoongesteld in het museum hier. Misschien staat er een aanwijzing in het boek dat ons kan helpen bij de oplossing. Ah, de kwade kracht! Dat je wegkomt! Ik weet niet hoe lang we hem binnen kunnen houden. Kom, we gaan naar het museum om dat boek te vinden. Oké, we kunnen nu al wat kracht gebruiken. Eens kijken wat we in onze geheime eetvoorraad hebben. Dus, Scoop, heb je al iets verdachts gezien? Auw! Waarom doe je dat nou? Ik deed helemaal niks. En, hebben jullie al iets gevonden? Nee, en Scoop wil ook niet dat het eten gevonden wordt. Ik deed helemaal niks. Dus, zijn jullie er al uit? Want eerlijk gezegd weet ik helemaal niks van politiewerk af. Absoluut geen idee. Zolang u maar niemand het gebouw inlaat, detective. Er is een boek in het museum dat ons kan helpen bij het oplossen van dit mysterie. We hebben alles volledig onder controle. Een woord, ja! Hey, Scooby, waarom deed je dat?